naar de Nederrijnsberg en heb voor de eerste keer trainingskoers. Voor de eerste keer op snelheid. En ik heb het rondje koers, de wedstrijd op deze trainingskoers al honderden keren gereden. En toch is het de eerste keer te doen. Zeker de laatste keer maanden geleden was. Spannend. Spannend omdat het rijden daar spannend is, maar gewoon dit is de controle. Hoe is mijn conditie? Is het goed? Zit ik mee? Of zit er aan? Ga ik eraf en wordt het een leidersweg? Nou, we gaan het zien. Ik hoop op de eerste, maar we laten het er ook zeker in. Ik neem jullie mee om te kijken hoe dat eraan toe gaat. Oh, ik heb een blauw nummer gepakt, maar dat is denk ik geen B, of wel? Wel? Is dat geel en blauw? Maar het komt er gezelligheid op, hè? En terwijl de junioren lekker met elkaar aan het dollen zijn, zijn we vertrokken. Het is een trainingskoers, dat betekent we gaan trainen wat we nodig hebben in de koers. En zeker met het oog op de aankomende criteriums die ik gepland heb, zoals dit weekend in Woudenberg en de Ronde van Utrecht. En nou, dat eigenlijk allemaal met het oog op de cross, om die interval, die snelheid te gaan krijgen in die beentjes. En nou, dat betekent dat zodra er gaatjes vallen of er aangevallen wordt, lekker meespringen, lekker flitsend mee proberen te demereren om op die manier die fitheid, die explosiviteit, die crossconditie er weer een beetje in te krijgen. En zoals je ziet, we zijn eigenlijk meteen met een paar mannetjes zijn we vertrokken, wordt achterom gekeken. Hij kijkt nog eens even goed en denkt, nou, we kunnen wel even door. Een elleboogje krijg ik en neem even over. Maar al gauw zie ik dat de groep weer terug is. Ik kom niet echt weg, dus ik laat me er weer lekker doorheen zakken. Ga niet lang een stuk op kop boren. Nee, het plan is echt om lekker explosief bezig te zijn. Dus ja, op het moment dat er aanvalletjes zijn en ik ben er een beetje bijgekomen, dan val ik aan en verder een beetje schuil houden in het peloton om er even bij te komen om daarna weer lekker te vlammen. Zoals met deze man, maar niet het moment om op te schuiven, want het peloton beweegt naar links. En dan blijven we dus even zitten totdat er weer een momentje is waarop we wel weer gas kunnen geven. Nou, en zoals hier, dan halen we een andere categorie in. Dan staat er weer een gaatje op de klim en hop, spring ik er weer even naartoe. Weer een explosief inspanningje om op die manier de beentjes lekker te trainen. Terwijl hier André voorbij gevlamd komt. En met echt wel wat meer snelheid op het moment dat iedereen met je pieren dood zit. En dan zit ik om me heen te kijken en denk ik, ja, gaat iemand nog reageren? Of, en ik weet, André moet je niet te veel ruimte geven. Dus ik spring er naartoe. Maar dat springen, dat duurt iets langer dan ik gepland had. Dus een inspanning van toch wel een aardig minuutje. En niet zo kort en fel als dat ik eigenlijk voor ogen had. Maar goed, die horen er ook bij. Want de cross duurt natuurlijk 40 minuten en een beetje. En bij ons op de Nederrijnse bergen soms wel 55 tot een uur. Dus die conditie moet je ook zeker bij hebben. Terwijl we hier bovenop het klimmetje nog een keertje aangaan. En dat is het voordeel van koersen met die juniores. Lekker veel vinnige velligheid. En dan kan je tussendoor weer even een beetje bijkomen in het peloton. En voor mij is het dan ook altijd goed om er eventjes de stuurvaardigheid in het peloton op orde te krijgen. En als je meteen met je tong op je voorwiel zit, is het wat lastiger om te werken aan de finesse. Terwijl als je wat, wat langzamer rijdt, kan je ook een beetje oefenen aan weer het wringen tussen de mensen door. Nou, dit is niet het wringen wat ik hier nu doe. De A-categorie komt voorbij en op het moment dat die allemaal voorbij zijn, ga ik een beetje achter de staart aan en schuif ik op naar voren. En dat soort momentjes zoeken, maar gewoon überhaupt momenten zoeken van oké, wat is nou het goede moment om aan te vallen? Wanneer moet ik blijven zitten? Wanneer moet ik het bordje van een ander leeg eten? En wanneer is het even nodig om een gat dicht te knallen, zodat niet iemand te ver wegkomt en de ontsnapping is verdwenen zonder jou? En wanneer ga je dus weer lekker in de buik van het peloton zitten? Nou, dit is het allerlekkerste stukje van mij, vind ik altijd persoonlijk, om aan te vallen. Het laatste hobbeltje op de klim, zodat je dan die overheen kan stampen. Maar eenmaal boven heb ik dan niet de beentjes over, terwijl deze man zegt, nou op, kom op, doordrijven zijn los. Maar die benen heb ik niet. Dus als hij me een elleboogje geeft, zeg ik ook tegen hem,
Ja, we zijn maar met 3. Daar gaan we echt niet meer wegblijven. Zo sterk ben ik op het moment niet. Dus we laten ons weer doorzakken. Weer lekker in het peloton zitten. En zodra het tijd is, weer opschuiven. Want dan zie je dat achteraan hier en daar de gaatjes vallen. Want ik zei over finesse, wanneer schuif ik, wanneer niet. Dit stukje, het valt een beetje stil. Hoppa, even gratis plekjes pakken. Terwijl dit het ideale moment is. Valt een beetje dood zo voor de klim. En hij gaat nu dus met volle snelheid die klim op. Terwijl deze gasten hier het dichtrijden op de klim. Nou, dat is niet het ideale moment. Nou, en dan als het moment nog een keer komt en ik zie iemand dat voor mij doen. Dan denk ik, hey, met deze gasten ga ik even mee. Maar eenmaal boven, kijk achterom, voel ik aan mijn benen. Denk ik, poeh, niet echt een gat. Ik heb de benen ook niet. Het is bijna aan het einde van het uur en een kwartier dat er gekoerst wordt. En de benen beginnen wel redelijk leeg te raken. Dus ja, probeer een beetje zuinig te zijn. Maar ja, kan niet helemaal de verleiding weerstaan als ik iemand zie wegspringen. En ik los meteen. Dus de beentjes zijn op. Het ging 4-5 ronden voor het einde. Regenen. En zoals je hebt gezien, de camera wilde hier niet op. Bij nog 300 te gaan. Maar ik heb nog één keer naar boven naar voren gereden. Om te kijken of er een moment was waarop ik mijn aanval kon plegen. Wetende dat hij niet ver zou komen. Maar die kwam niet. Als je afvraagt hoe lek is lek? Die is echt lek.